En loopt hier een muis rond en ik ben het helemaal zat. Maar ja, wat doe je met een muis? Wat doe je met een muis? Vangen? Ja, probeer dat maar eens. Doodslaan? Ook geen optie. Dat is zielig. En het zijn leuke beesten eigenlijk. Maar... ik heb een idee. Let op. Zo. Helemaal leeg. Lekker, joh. Ik heb hier een tangetje. Dan ga ik even wat regelen voor de muis. Zo. Dat is ver zat. Kijk, ik heb even dat sluitertje zeg maar naar buiten gehaald, dat ik er dus bij kan. En dan ga ik daar dus mooi een touwtje omheen doen. Ik heb hier een touwtje. Gewoon normaal een touwtje, dat maakt niet uit, vliegentouw of wat dan ook. En dan maak ik een lasso. Lasso, kijk, lasso. En die gaat om dat dingetje heen. Even kijken, zo kan je het beter zien. Zo. Nou, klaar. En dan duw ik wel dat geheel een beetje naar binnen. Zo. Overmaat touw afknippen. Nou, daar kan toch wel een muis doorheen, denk je, hè? Ogenblik, doen we er even een stukje kaas in en zo. Komt helemaal goed. En dan neem ik gewoon een stukje kaas. Kijk. Zo. Nou, dat is wel groot zat, denk ik. Moet ik even mijn blik, waar heb ik mijn blik gaan? Oh ja. Die heb ik op het... Die heb ik hier zo gedaan. Dan doe ik nog een stukje eraf zo. Oh, ik heb hier al een stukje eraf. Kijk. En dan... Gaat deze heerlijke kaas, want het is jonge kaas, ruikt lekker. Ik zou er zo een hap in willen nemen. Die gaat er binnen, zie je? Ligt aan de binnenkant. En dan doen we een klein stukje kaas, doen we dus hier op het randje. En dat gooi ik ook naar de binnen, zo. Nou, en dat gaan we dus zo neerzetten. En kijken of die wil happen. Ik denk dat die wel wil happen, want kaas vinden ze heel erg lekker. Zo, hier is het blikje met de kaas. En hier heb ik de draad. En die ga ik dus daar overheen doen. Daar, zo. En dan naar de andere kant van Cam. Zo, daarheen, zo. En dan komt het helemaal goed. Je zult het zien. Klaar. En nu gaan we gewoon het blikje laten zakken. Zodat hij precies op de grond hangt. Zo. En je zal zien, als die muis komt, vindt hij dat heerlijk. Leg ik het zo neer. Zo. Hier overheen zo. Een beetje strak trekken. En dan hoef ik alleen maar, dus als ik hem daar beneden zie, hierboven even op te trekken. Kijk, daar ging hij al. En dan denk ik dat hij het wel zal doen. En zo doe je dat. Gewoon
En de muis, die zit erin. En die gaan we dus op de hei uitzetten. Misschien springt hij er dan ook wel uit. Ik vind hem heel lief, heel leuk. Maar hij moet niet in mijn tent komen. Dus we gaan hem naar de hei brengen. 10 seconden. Je zal zien, hij betaalt echt naar zijn zin op zijn nieuwe locatie. Het biertje was lekker. De muis zit erin. Moet hem niet bang maken, want het is een onschuldig leuk dier. Even kijken zo. Openvouwen. Dan moet je naar beneden toe. 1, 2. Ja, ja, hij was er toch. Kom maar. Hallo. Hij kijkt de kat uit de boom. Nou, wat je nou allemaal filmt, dat hij niks doet, dan krijg je ook een kutte. Tuurlijk. Pardon, niet van de biezen worden. Engels, hè? Help hem een beetje, maar. Tik hem achterkant. Ik dacht, die kruipt zo in je broek spelen. Nou, dat lukt bij deze niet. Nou goed, hè?